Steeds meer mensen in ons land krijgen te maken met een dating-app burn-out. En het aantal betalende gebruikers daalt dan ook met de dag. Maar er is één app die alleen maar populairder wordt. En dat is er één speciaal voor mensen met hart voor het platteland. In 4 maanden tijd hebben ze al meer dan 10.000 gebruikers. Betekent dit dat Ivo Jaspers binnenkort de rubberlaars aan de wilgen kan hangen? Jij bent samen met je vrienden een van de bedenkers van deze app. Kun je vertellen hoe jullie op dit idee zijn gekomen? Ja, 4 jaar geleden zat ik met mijn vrienden aan tafel. En toen zei ik eigenlijk zo van, ja, waarom is er geen online plek voor agrarische jongeren om elkaar te ontmoeten? Dus we hebben eigenlijk voor de grap een Instagram-account aangemaakt. Zijn onze vrienden daarop gaan plaatsen met een gekke tekst en wat foto's. En gewoon een berichtje van, ja, deze jongen is op zoek naar een vriendin. En eigenlijk sloeg dat zo erg aan en mensen gingen het volgen. En we kregen een wachtrij van 6 weken van iedereen die mensen gingen insturen. 1000 volgers erbij. Ja, en toen dachten we, dit moeten we professioneler gaan aanpakken. En is dat dan omdat jullie op de andere apps geen succes hadden, dat jullie dachten we moeten een eigen app ontwikkelen? Dat is wel een beetje, want het is toch leuk om gelijkgestemden te ontmoeten. En het boerenleven is een hele leuke en aparte wereld. En nou ja, als het mooi weer is, moeten we aan het werk. En dat is toch niet bij iedereen zo. Maar je moet eigenlijk nu echt verder werken. Dus anders kan je wel mee. Op dit ding? Ja. Oké. Okay. Spannend. Wil je me helpen? Oeh, romantisch. Kun je een beetje uitleggen hoe de app precies werkt? Ja, we hebben eigenlijk Tinder en BeReal gecombineerd. Oftewel, je kent het Tinder-systeem wel, je kan dus swipen. En dat is herkenbaar voor iedereen. En daarnaast vonden we het leuk om wat extra's te doen. Dus krijg je de mogelijkheid om met iedereen waarmee je al gematcht bent, kun je elke paar dagen een foto maken. Wat je bijvoorbeeld die dag aan het doen bent. En die kun je als het ware delen op een feed. En zo leer je elkaar beter kennen en heb je ook gelijk een leuk handvat om een gesprek te starten. En wat nou als ik uit de Randstad kom en ik ben allergisch voor hooi? Heb ik dan iets op die app te zoeken of denk je blijf maar liever weg? Heb jij nou affiniteit met het platteland of woon je daar of wat dan ook? Ja, dan ben je zeker welkom. Dus ik zou me ook aan kunnen melden? Ja, zeker. Ja. Hey, maar ik heb wel zoiets dat ik persoonlijk, en ik hoor veel om me heen, dat mensen wel zijn uitgekeken op dating apps en steeds vaker van hun telefoon verwijderen, dat het toch niet voor ze werkt. Hoe kan het dan dat jullie app wel al best een succes is? De andere grote dating apps, die zijn niet gericht op een bepaalde groep mensen en iedereen wil gelijkgestemden ontmoeten. En dat is eigenlijk wat je ziet. En onze app richt zich op plattelandse mensen. Ja, en er is geen plattelandse app in Nederland. En zo zie je dus eigenlijk dat die doelgroep nog best wel heel groot is. Dus eigenlijk heb je gewoon een gat in de markt ontdekt. En heb je zelf al een vriendin via de app gevonden? Heb je hem daarvoor stiekem gemaakt? Dat je dacht, ik zoek een leuk plattelands meisje. Ik ga het zo doen. Dat heb ik heel, heel vaak gehoord. Zo van, ja, je houdt de leukste voor jezelf achter en dat soort dingen. Maar nee, dat is niet het geval. Tijdens het bouwen van de app heb ik mijn vriendin leren kennen. Bij ons in de Kate, uit de buurt. Dus dat is super toevallig. En, maar nee, voor mij is het niet meer relevant. Ja. Maar mocht het uitgaan, heb je in elk geval een plek waar je snel een nieuwe kan vinden. Ja, en heel veel leuke meiden. Jongens, ik vind jullie hele leuke boeren, maar ik wil toch nog even kijken wat er nog meer op de app zit. Dus kunnen jullie me helpen met een goede foto? Ja, natuurlijk kan dat, zeker. Ja? Ja, zeker. Zullen jou eens even wat poses aan laten nemen? Ja, graag. Ja, pak je stroophouder even goed vast. Zo? Ja, super. Hé, hey, en een hooivork. Kijk, hele mooie klompen. Ja, die moet je wel even aan doen. En een dikke hoor. Oké, wacht, dat doe ik. Ga ik even zo. Is dit wat? Dit is helemaal super. Gaan we staan. Gaan we staan? Ja, zo. Juist, ja, juist. Ja. Man, hier trek je zoveel boeren mee. Daar word je echt gek van. En doe nou eens over de band heen leunen. Een lange werkdag op het land gehad. Lange werkdag, inderdaad. Je moet eigenlijk even op de trek zitten. Eigenlijk. Doe de deur maar even open. Even op de trek zitten. Oké. Okay. Doe alsof ik hem bestuur. Dus we weten nu dat ik in de trekker kan rijden, ja. Dat ik er goed uitzie op hooi, ja. En dat ik een beetje lenig ben. Ja. Dus ben ik nu klaar? Ja, ik denk dat wij
dat jij genoeg zou hebben om je profiel helemaal compleet te maken. En ik denk dat jij gigantisch veel boeren achter. Je zit er eentje tussen, moet je deze even kijken. Hier. Oh. Fantastisch, fantastisch. Gigantisch veel boeren. Ja. Oké, we gaan een profiel aanmaken. Hoe identificeer je jezelf vrouw? Zijn er ook mannen boeren die mannen zoeken of vrouwen boeren die vrouwen zoeken? Ja, aangematching is echt een plek voor iedereen. Dus ook voor alle geaardheden als het ware. Dus als jij een mannelijke boer bent en jij zoekt ook een leuke mannelijke boer om daarmee samen te boeren, ben je welkom. Top, zijn nou samen boeren? Samen boeren. Leuk. Met wie zou je graag op date gaan? Met mannen, oké. Okay. 2 tot 4 foto's. Nou, daar hebben we wel een goede van, toch? Daar hebben we wel eentje voor gevonden. Met welke zullen we beginnen? Ja. Sowieso die. Ik denk die. Sowieso. Ja? Dan nog eentje dat ik op de trekker klim? Ja, die zeker. Dan kun je ook laten zien van ik ben bereid om de trekker op te klimmen. Dus, inderdaad. Ja. Is dat belangrijk om te laten zien? Ik denk het wel. Oké, okay, nou, dan nog eentje bij het wiel. Sowieso goed, toch? Ja, ik kan gewoon dat aanhouden. Oké, top. Volgende. Geef een korte beschrijving van jezelf. Hoe kan ik mezelf nou zo aantrekkelijk mogelijk maken? Sowieso natuurlijk eentje gewoon die gaat over boerenleven. Heb jij een suggestie? Nou, ik zou zeggen dat je het leuk vindt om in de open lucht te zijn. Oké, goeie. Ja. En ik denk dat het ook heel leuk is om gewoon een hele mooie openingszin daar neer te zetten. Om te kijken van, goh, welke van de boeren die slaat daarop aan. En die gaan wij daar gewoon even inzetten. Dat is, ben jij een aardappel? Want ik zie jou en mij wel samen in de puree. Oké. Dat gaan we doen. Dit werkt echt. Sowieso. Oké, dit is interessant. Waar liggen jouw interesses? En er staat tuin- en akkerbouw, tuinieren, volksmuziek, schuur- en tentfeesten. Dus eigenlijk hele andere interesses dan die je normaal aan zou kunnen vinken. Ja, maar welke zou jij bij jou het meest geschikt zijn? Ik zie festivals, dansen. Ik ga ook een beetje liegen over mezelf, is dat goed? Oké, tuinieren. Oké, top, mijn account is aangemaakt. Super. Start met daten. Kijk. Ga ik jullie ook tegenkomen? Ik sta er wel op, maar ik weet niet of ik ga reageren. Oh, hoezo niet? Ja, ik ben al voorzien, dus ik ga mezelf daar niet meer druk om maken. Okay, slim dat je dat zegt. En jij? Ook voorzien, maar technisch de reden. Wat doe ik dan hier? Alsnog, ik vind wel een nieuwe. Geef niet, jongens. Nou, laten we gaan swipen. Oké, leuk. Yo, Fabio. Oh, Fabio. Fabio uit Overijssel. Even kieken. Hij heeft een profielfoto met bier. Nou, dat is sowieso per definitie een like, joh. Nou, ik like hem. Ik geef hem een like. Oh, shit. Ik ging iets te snel. Weer een man met een bierflesje. Kijk, het is net alsof de boer ervan houden. Deze werkt in een vrachtwagen, lijkt. Martin, kijk. Wat deed hij hier staan? Hij helpt de tuin akkerbouw, volksmuziek, transport. Kijk, hobby en Kate. Lekker, man. Oké. Dat zijn de echte. Dat zijn de echte. Oké, like. Hey, ik heb een match. Olaf. Oké, even zijn profiel kijken. Ik zie wel weer wat drank in het spel. Drank. Een dikke kwad. Bier, wijn, een dikke kwad en een hond. Nou, dat is volgens mij perfect. Ik zou een bericht sturen. Toch? Ik zou een bericht sturen. Wat wil je nog meer? Oké, wat is een goede openingszin? Ja, degene die je in je bio hebt staan, denk ik. Ja? Ben jij mijn pureetje? Word jij mijn pureetje? Word jij mijn pureetje? Oh, mijn pureetje. Nou, ik heb de tijd van mijn leven gehad hier op het platteland. En het smaakt zeker naar meer. Dus ik denk dat ik thuis nog ga swipen tot ik kramp krijg in mijn wijsvinger. Wat ik leuk vond aan deze app is dat normaal proberen ze indruk op je te maken met vette kleding en mooie reisjes en festivals. En hier is het alleen maar belangrijk hoe mooi je trekker is en hoeveel bier je drinkt. Lekker ongecompliceerd, daar hou ik wel van. Dus ja, zeker het proberen waard. En ik zou zeggen, swipe voor de boer!